Kijk, daar hebben we maar... Oh ja, dat is een duif, ja. Oh ja. Ja, je hebt gelijk. En een joekel, hè? Ja, houtduif. Er zit er nog eentje naast ook. Kijk, daar aan de andere kant. Oh ja, aan de linker. Ja, inderdaad. Dat is een stelletje. Dat denk ik. Die horen bij elkaar, net als wij. Daar ja, komen ze hier. Deze even vasthouden. Zal ik even die handdoek uitzetten. Nou, we gaan even naar Joke en Nico, want Joke die belde net en die zegt van... Hebben jullie trek in koffie met appeltaart? Nou, dat moet je natuurlijk niet aan Engel vragen. Engel hebt daar altijd trek in. Zie jullie, hier is het huisje van Joke en Nico, bungalowtje. Echt onwijs mooi, de Wilgelaan, daar zitten ze. Dat is een auto. En kijk, daar staan wij dus. Dus het is een kwestie van, we lopen dit pad af en we lopen zo pop tegen het huisje aan. En het heet, hoe heet dit? Donshoes, Onshoes, Donshoes. Kijk, en Nico die is, oh kijk, daar hebben we Joker. Hoi Joker. En kijk, Nico die is daar. Ja, die komt eraan. En ze moest even de mat uitkloppen. Hè. Dat is een vrouwending van jullie. Oh, daar komt ze aan. Nou, we zijn hier dus in Oud-Marsum. Maar niet in het centrum. We zijn een beetje erbuiten nog. Want kijk, daar is de Lidl. Daar hebben we eventjes boodschap gedaan. En hier is een Albert Heijn, maar die is gesloten. Op zondag. Heel apart. Hij is dicht, die Albert Heijn. Toch wel? Ja. Kijk, want er waren mensen die wilden naar binnen. Toen zei ze, nee, we zijn gesloten. Nee. Ze zijn wel aan het werk. Ze zijn wel aan het werk, ja, erin. Ja, dat denk ik ook. Ja. Hey, kijk, en daar is een hele grote drogisterij, die is wel open, zo te zien. Ja, bij die grenzen. Ik. Dat is zo'n parfumeriewinkel, weet je, waar alles 30% goedkoper is. Oh, met, ja. Nou ja, kijk morgen wel voor bling, want ik zie het niet. Ik wou net naar je toe komen om te kijken, want je ging toch even kijken voor een mooie trui. Ja, 25% korting. En? Ja. Nou, zo'n trui kost 98 euro. Ja, maar dan krijg je 25% korting. Ja, oké. Dus die 75? Ja. Nou, dat is een hele mooie dikke warme trui. Nou, dat is het eigenlijk helemaal geen mooie dikke warme trui. Het zijn trui uit het januari. Oh. Nou, dan gaan we maar naar de auto denk ik terug. Gaan we terug naar de camping. Glamping. Komt mooi uit. Kijk, ik heb mijn video afmaken. Toch? Wat ben je aan het doen, vriend? Nou, eigenlijk nog niks, maar het is de bedoeling om te gaan eten waarschijnlijk. Oh, gaan we lunchen. Nou, ben benieuwd. Gooi jij ook lunch? Ik ga even mijn vest uit doen, want het is heel mooi. Kijk, we gaan even op zoek naar een vuilnisbak. Ja, bij de receptie. Ja, bij de receptie, dat hoorde ik. Jullie zeggen dat dinsdag het zonnetje gaat schijnen. Ja. Nou ja, in ieder geval als er nou van de week een keertje zonnetje schijnt, dan gaan wij even wat opnames van dit park maken. Vind je niet? Want dan is nou niet. Het niet het vrolijkste weer om... Kijk, daar zijn ook twee satellieten. Waar? Kijk dan, die mensen hebben allemaal voerbakjes opgehangen. Voor, och, oh, en dan vlogen ze weg, maar gauw. Ja. Ze komen ook wel weer terug, hoor. Ze zagen jou en ze schrokken eigen de tandjes. En ze zagen jou ook? Nee, want ik sta op een afstand. Ja, ze zijn heel scherp ogen, hoor. Kijk, er zit nog een mereltje. Ja. Koolmeesjes, mereltjes. Ja, ze komen alweer terug. We staan hier bij het sanitair gebouw. En dat is dicht. Dat is afgesloten voor de winter. Voor de winter. Nou, maar, prachtig mooi. Zie je, dit is achterom. De mensen... Oh, zijn staakervens. Die staan hier. Ja, ja, mooi. Echt daar helemaal. Ja. Wat staakerven met de uitbouw. Ja. Maar dit zijn weer kleinere perceeltjes, lijkt wel. Ja, inderdaad. Kijk, maar dit is dus... Hier ben jij en deze is open. Geweest. Ja, zie je? Nou ja, even laten zien. Zie je jongens, de chemische toilet. Kijk. Chemische toilet. En we zien met een mooie roestvrijstalen bak. Keurig netjes schoon. Ziet er echt fantastisch uit. Dit is dus een caravan die je zo op een pick-up doet. Kijk, en dat... Ja, mooi hè? Ja.
auto is eronder gedaan. Ja, en dat is wel een eigen plekje. En dat ze een voortent hebben, heb je een heel groot plekje. Daar? Ja. Nou, dan ben ik wel benieuwd wat voor auto eronder past. Kijk jongens, het stikt hier van de kippen. Doe maar eens open. Oh. Oh. Ah, die past er nog wat tussen. Nee, die past er nog wat tussen. Oké, doe maar weer dicht. Ja, goed zo, mijn hoofd. Hier jongens, dat is Joker. Joker die is eten aan het bereiden. En weet je wat we vandaag eten? Moeten jullie kijken. Shawarma flakes. Dat is weer eens wat anders. En de muziek staat al aan, maar ik hoop maar dat we daar geen problemen mee krijgen. Maar goed, dit is Mago. Die zit daar even lekker tegen de verwarming aan, want die heeft het koud. En Nico die heeft het niet koud, want die staat op zijn t-shirt. Nee, want die zit aan het t-shirtje. Ja. Legt hier al een vork op, ja, schat. En dus mijn gehoorapparaat deed het niet. En weet je, als ik s'avonds naar bed ga en ik doe ze uit, dan denk ik... Oh, wat een roest. Wat een roest. Jongens, kijk. Nico danst. Nou ja. Mago gaat meedansen. Oh jee. Het is weer bal. Joke en ik gaan... Lekker eten. Ja, oh. Het is lekker gesneden zo. Ja, dat is echt heel mooi. Ja, ik vind het... meer proeven dan dat je de, zeg maar reepjes en zo. Ja, hè? En dan gewoon een klein beetje paprika erdoorheen. Ja, nee, maar gewoon de manier waarop warm, het gesneden is. Nee, maar de manier waarop het gesneden is. Tabak gesneden. Ja, dat is echt geweldig. Ja, jongens, mag al op een stukje tabak gesneden. Ja, en dan doe je in de mond, let op. Dat is leuk, zo leer van alle culturen. Dus echt lekker. Dat is, ja. En we gaan eventjes ontbijten. En kijk, dat is natuurlijk heel makkelijk, want dat huisje staat daar tegenover van ons. Kijk daar. Ja, ik neem de kopjes mee, want dan hoeven we alleen maar heet water erin te doen. En het is voor het eerst droog. Het is wel, wel frissies. Hoe graden zou het zijn? Nou, daar is ze hoor. Hè? Daar is ze. Nou, je hoeft nou niet. Het is droog. Ja, oh ja, droog. Die blaadjes zijn wel nat. Ja, dat is wel nat, maar het is droog in ieder geval. Hey, hallo! Goedemorgen, deze morgen. Dat is ook leuk. Goedemorgen, deze morgen. Oh, kijk nou toch eens. Wow. Joke speelt voor Zwarte Piet. Kijk jongens, daar is de eekhoorn weer. Oh, kijk dan. Oh, hij rent. Ja, dat is toch een leuk gezicht zeg. Hop, in de boom. Boink, boink, boink. Jeetje mina, wat een leuke beestjes. Nou, we gingen even bij Joke en Nico gingen we even een kopje koffie drinken. Of we gaan een kopje koffie drinken. Kijk. Heerlijke amandelspijstaartje. Heb je van de buurjongen gekregen? Buurvrouw. Dat was toch die kinderen die kwamen het opbrengen? Ja, maar uit de naam. Oh ja. Hé, hey, maar leuk jongens dat je hier zomaar zoveel wilt. Oh, daar is hij weer. Daar zit hij. Hé, hey, daar is een andere. Kijk, die heeft niet zoveel vellen. Oh, die klimt naar dat boompje in. Oké, maar gewoon vertel even wat gaan we doen. Nou, ik ga hem aankleden. Om naar buiten te gaan. Ja. Jeetje, Nico, doe alsjeblieft een cap op. Schrik met Lazarus. Ja, die film hoor. Pictures, please. We gaan naar de ene kant naar Kerstmarkt. Ja, en dat was een tip van... van een... reactie die we gehad hebben. Ja, gisteren. Ja. En die zegt van, je moet naar Oterink. Dat is echt een... De Oberlink voor de campers. De Oberlink voor de campers, ja. Zo mooi. Mega groot, kerstshow, noem maar op. Gaan we kijken. Dus... huisje en oh, jullie geloven het niet, maar er zijn hier echt wel, ik denk wel 100 Vaak heb je dat nog wel gezegd. Ja, maar ik had het niet genoeg benadrukken. Nee, het is hartstikke mooi. Ja, leuk. Ja, precies. Lief om te zien. Oké. Okay. Nou jongens, kijk, we zijn hier bij Oosterrijk. En
Mogol. Heb je er gezien? Wat een mooie kleine kerstboompjes. Ja, en? Dat hoef ik niet. Oh, ik dacht dat je daarvoor ging kijken. Kom je daar nou bij? Zo, moet je eens even kijken. Ja, jezus, kijk nou eens. Nou, wat leuk. Moet je kijken, Niek. Beetje jammer dat iedereen met een mondkapje erop staat. Dat is wel... Ja, maar dat is tegenwoordig de tijd. Wat kunnen we niks op doen? Maar gewoon, weet je wat dat is? Efteling. Nee, de sprookjesboom. Zal ik iets vertellen? Zal ik iets vertellen? De Efteling, ja. Ja, kom. Ja, dat was ook van. Kijk, wacht even jongens, met z'n vieren tegelijk ja, kom erop. Kom hier zo, hier. Oh, wacht even. Even zo, ietsje meer hierheen. Ja. Ja, Nico staat ook goed. Die ook. Mago, kom jij nou even. Er ook bij. Ietsje nog verder, nog verder, nog verder, nog verder. Ja, oké. Oké. Foto. Ja! Nou jongens, is dit leuk of is dit leuk? Ja, schitterende gezichten. Kijk nou eens jongens. Nou, zoiets heb ik nog nooit gezien. Wat is hier aan de hand? Een beetje een grote tent. Een beetje een grote tent, moet je even kijken. Dat je echt een beetje gaat voelen. Ik heb er nooit zo'n mega stoel gezien. Alle kanten waar je op kijkt, het is echt één grote... Ja, ongelooflijk. Dit zijn die lampen met die luggies. Ja, die zien we ook in de bever op. Ja. Dat is toch leuk? 100 euro zo'n lamp. Ja, hallo. Oh, kom. Oh ja, geduld, ja. Ja, Martine zei het nog tegen me. Engel, je moet veel geduld hebben vanmiddag. Kijk daar, ik help nog. Hè? Ja, een heleboel zelfs. Maar gewoon moet je hier kijken. Ja, ik ga draaien. Nee, je zet een klein kindje. Die bomen draaien. Ja. Oh mijn god, kijk nou toch eens wat leuk. Zo. Ze bewegen allemaal. Oh, dat is wel leuk. Eindelijk een keer iets verstandigs uit de kop van je. Ja, echt hè. Nee, ja. Dat zouden we niet meer doen. Nee, maar dat is... Oh, kijk dan, er ligt er eentje op de grond. Nee, maar Janine is helemaal gek van... Oh. Geen voetjes. Die kippetetert. Hey, onthoofd. Nou, dat vind ik zielig. Kijk dan, Coca-Cola. Oh, ja. Dat doe ik echt overal doorheen, hè? Ja, dat is leuk. Ja, echt leuk. Nou, ik begin echt wel een beetje in kerstsfeer te komen. Nee, nou. Nee, nog niet. Nee, nog niet? Het is een beetje te veel rood. Ja, dat is kerst, Magal. Kerst is rood. Vandaag is rood. Ja, dat moet je horen. Ja, jongen, wat aan moeten zitten. Zouden ze dat hier gewoon laten staan? Hoe wil jij met mij samen op de schommel? Kijk nou toch eens wat leuk jongens.
Kijk nu, joh, dit is het ijsberencentrum. Kijk, daar heb je huskies. Zeehondje. Oh, wat... En kijk hier. Daar, kijk hier zo. En kijk hier eens boos kijken. Oeh. Sturen. Swan Lake. Ja, wacht even. Wacht even, moet je even wachten tot het gaat draaien. Wacht eens, kom eens, hou eens vast deze. Kijk, ja, hij staat aan hoor. Een muts allemaal hoor. Ik wilde een gekke muts. Kijk dan jongens. Oh, oké. Okay. Dit is toch nou, mega, ja, mega, mega groot. Moet je kijken. Kijk jongens, we staan hier bij een hele leuke kerstaankleding. En Nico die zegt, daar staat erop. Nico, wat staat erop? Druk hier. Dus wat doe je dan? Ja, of je kan. Ik was zeggen, okay. Battle of all the rings, you will leave the man. Run, run, Rudolph, run all the way behind. Geweldig. Kijk dan. Kijk dan, die had een piano. Kijk dan. Doe met de viool. Satchel make it very cold and he can take the freeway down. Hier die... Mogol. Sinter, de kerstman die is aan het piano spelen. Ja. Kijk, dan heb je genomen. Oh ja. Kijk, ja, die schiet ook meteen op de remmen. Ja. Ik hoop het wel, ja. Ja, hoop ik ook, ja. Leg ik daar straks. Nee, ik hoop het wel, dus leg ik straks daar in de kar. Tussen de bitterballen, kerstballen. Ik ben het. Nou, we gaan weer. Was erg mooi. Ik heb echt ongelooflijk veel kerstspullen gezien. Zo. Meer dan ik ooit in mijn hele leven gezien heb. Jeetje, Mina. Weet je? Ja, die familiebeer. Die vind ik eigenlijk het leukst. Hè? Huh? Kijk, we staan hier bij. En dat hebben we van de week in de parkeerplaats gezien. En hier dan heb je hier, kijk, een oude spoorlijn en die gaat dwars door die Jumbo, oh, door die Action heen. Ja. Oude station. Ik niemand van de week wat het voor betekenis heeft. Ja, kijk. Ja, paddenstoelen, ook geweldig. Ja. Nou, jullie zien het, we zijn er weer bij het huisje. We zijn de boodschap even naar binnen aan het brengen. En dan gaan wij even naar de knaus, want we hebben een heel leuk lampje gekocht. En dan kunnen we even kijken hoe dat lampje staat. En